Kies je voor comfortabel rijden, dan is de Risha Kodi ideaal voor jou. Ik ben Oscar van MKC Moto en dit is de review van de Risha Kodi, beschikbaar bij MKC Moto. De Risha Kodi is ontwikkeld voor de vrouwelijke urban motorrijder en is perfect geschikt voor het zomerse seizoen, aangezien de jas van zichzelf vrij goed doorwaait en niet waterdicht is. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan zien we dat die aan de buitenkant is opgebouwd uit een stretched textiele buitenlaag. En verder wordt de slijtvastheid verzorgd door extra aramideverstevigingen op de schouders en op de ellebogen. Uiteraard is de jas ook voorzien van impactprotectoren en deze vinden we terug op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn D3O-protectoren en het voordeel van D3O-protectie is dat het vrij flexibel is, maar wel gewoon level 1 protectie biedt. Eventueel is het nog een optie om de schouder- en elleboogprotectoren te upgraden naar level 2 protectie. Dan heb je net even wat meer impactprotectie. Het zijn iets dikkere protectoren, maar ze zijn qua flexibiliteit en qua maat eigenlijk hetzelfde. Als we dan doordraaien naar de achterkant van de jas, dan is de jas standaard voorzien van een level 1 goedgekeurde rugprotector. Dit is een wat smallere en wat dunnere rugprotector. Ook is de optie voor deze jas om hem eventueel uit te breiden naar een level 2 goedgekeurde rugprotector. Deze is wat breder aan de bovenkant rondom de schouders en een slagje dikker, waardoor hij net wat meer bescherming biedt. Als we verder gaan kijken naar het comfort van de jas, dan zien we dat hij rondom de kraag is afgewerkt met een zacht materiaal, waardoor hij daar altijd comfortabel aansluit. Verder zien we aan de achterkant nog het Risha logo en deze is afgewerkt met een reflecterend materiaal, zodat je daar ook wat extra zichtbaarheid hebt. Rondom de schouders zien we nog wat extra stretchmateriaal wat aangebracht is, zodat je daar ook altijd voldoende bewegingsvrijheid in de jas hebt. En als we doorlopen naar onder zien we aan weerszijden wederom reflectiestrookjes die de zichtbaarheid verbeteren. Aan de achterkant loopt de jas ietsjes langer door, zodat hij daar ook voldoende aansluiting heeft. En als we aan de binnenzijde kijken zien we dat er een korte aansluitingrits is, zodat je hem eventueel aan een broek kan vastritsen of door middel van het koppelstukje ook kan verbinden met een jeans. Als we dan terugdraaien naar de zijkant van de jas, dan is die aan de onderkant afgewerkt met een klittenbandje, waardoor je hem eventueel nog strakker af kan stellen. En ook zien we daaronder een rits. Zodra die opengezet wordt, wordt de jas aan de onderkant net een slagje wijder. Op het moment dat je daar wat meer ruimte nodig hebt, is dat natuurlijk ideaal. Als we dan gaan kijken naar de voorzijde van de jas, dan zien we dat die aan weerszijde twee grote steekzakken heeft. Deze steekzakken worden beide afgesloten met een ritssluiting, waardoor je hier veilig wat spulletjes in op kan bergen. Hou er wel rekening mee dat deze zakken niet waterdicht zijn, dus met het slechter weer kan je waardevolle spullen beter ergens anders opbergen. Rondom de bovenkant van de schouders zien we ook weer twee reflectiestrookjes terugkomen die de zichtbaarheid daar verbeteren. En als we naar de onderkant van de mouw gaan, wordt die daar ook afgesloten met een klittenbandstrookje en een ritssluiting. Op het moment dat de rits open wordt gezet, wordt de mouw aan de onderzijde wat wijder opgezet, zodat die jas makkelijk aan en uit te trekken is. Maar op deze manier kan je er ook nog voor zorgen dat een handschoen bijvoorbeeld in de jas aan de binnenkant valt. De bovenkant van de jas wordt afgesloten door middel van een ritssluiting en een klittenbandsluiting. De klittenbandsluiting zorgt ervoor dat de rits niet zomaar af kan zakken. En aan de onderkant zien we wederom een klittenbandsluiting, waardoor de rits niet eventueel kan krassen op de tank en dat die daar dus altijd gewoon goed afgesloten wordt. Als we de jas vervolgens openritsen, zien we aan de achterkant nog een grote strip zitten, waardoor tocht niet door de jas en door de rits naar binnen kan trekken. De binnenzijde van de jas is volledig afgewerkt met een meshliner. En de meshliner heeft het voordeel dat als je met wat warmer weer rijdt en je gaat transpireren, de binnenkant van de jas niet kan gaan plakken en dus altijd voldoende comfort biedt. Verder zien we aan de rechterzijde dat er nog één binnenzak aanwezig is. Deze wordt afgesloten met een rits. Ook deze zak is niet waterdicht, dus je waardevolle spullen kunnen beter ergens anders opgeborgen worden. Marjolein is 1,68 meter, weegt zo'n 65 kilo en draagt van de Risha Kodi een maat M. Zoals we kunnen zien is dit de juiste maat voor haar, sluit de jas ook overal netjes aan. Hou er met textiel, ook al zit er wat stretch in, altijd rekening mee dat het niet meer heel erg op zal rekken, dus dat de maat direct goed zit. Ook is het wijs om tijdens het passen eventueel nog een extra laag eronder aan te trekken op het moment dat je dat tijdens het rijden ook zou doen, zodat je zeker weet dat de jas in alle situaties gewoon goed aansluit. Wil je graag weten wat jouw ideale maat is? Klik dan even op de video in beeld. En uiteraard ben je ook welkom in een van onze winkels om de spullen te komen passen of op onze webshop om ze hier te bekijken. Vond je deze video nou leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ook kan je eventueel abonneren op ons YouTube kanaal.
Door middel van het belicoontje krijg je altijd een update op het moment dat wij een nieuwe video posten. Ook kan je ons eventueel in de gaten houden op Instagram of Facebook om alle trends bij te houden. Ik ben Oscar van MKC Moto en bedankt voor het kijken.